Hallo, tof dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Nella Philips en vandaag, vandaag ga ik vloggen. We zijn in Amsterdam en yes, we are walking to the hotel. We hebben net 2,5 uur in de auto zitten, veel te lang naar Woesting. Dus ja, nu gaan we straks eten. Zo chic, oh my god. Ja, oh my god. Noah is de camera vergeten. En dus ja, nu ben ik het veel met je heen zijn, maar dat maakt niet uit. Denk ik, hoop ik. Dus ja, dan ben je na hem. Doei. Wij zitten op een restaurant en we zijn all you can eat sushi aan het eten. Zo lekker! Het is zo lekker, echt. Ik hou van sushi, dus ja. Goedemorgen! Het is ochtend, ik ga niet te veel jullie daar filmen in jullie bed. Maar het is tijd dat ik mijn make-up ga doen. En kijk, zo kijk op de spiegel. Kijk hoe. Dus ik ga me eerst klaarmaken, ik heb net al gedoucht. Maar ik heb mijn haar niet gewassen, omdat ik voor mijn krulletjes wel leuk vandaag. Dus ik ga nu eerst mijn make-up aan doen. Tot straks. Oké, hallo! Ik ben dus klaar en we zijn een beetje gaan halen. Ik heb chocomelk, zo lekker, oh my god. En een broodje. Ja, het ziet er zo lekker uit, dus smakelijk. Dit is ons uitzicht. Oké, hallo, we zijn in Madame Tussauds en we hebben hier al één iemand. En wie is het? Johnny Depp. Ja, dat is zo cool. Dat is even zijn naam vergeten. Ja. Hallo. Is dat van Twilight? Zo anders. Maar ik denk heel de tijd dat dat hier echte mensen zijn. Oh my god. Oh yo, is eens groot. Dit is een filmpje. Hallo. Doe een keer alsof hij ook staat te DJ. En echt, we gaan niet zoomen. Is dit een filmpje? Kijk wie hier is! Ariana Grande! Taylor Swift! Er is een Stimpy Burger! Knoppen! Dikke, vette beest! Ja! Hallo, ik onderbreek even. Ga naar tblv.be voor kei coole kleren die gemaakt zijn van gerecycled plastic. Doei! Dat is hier zo extreem cool. Werkt dat? Dat is gewoon tijdelijk. Zo, ja. Spider-Man. Wow, joh. Tja, het is groene. Stel je voor, dat kwam nu tot leven. Wij zijn klaar. We zijn er geweest, man. Cedric denkt dat er nog iets is, zeg maar. Voor nog. Oh, ik denk dat ik weet wat het is. Ik denk Spider-Man. Oh, ik zie het, ik fluisterde het in de camera. Wow, kijk gewoon als lopen. What the f***? Oh my god. Wat is dat? Kijk naar zijn ogen. Hij heeft vier ogen. Why? Ik heb dat blijkbaar niet verteld, maar hier zijn we naar een ander museum gegaan. En dat was like een museum met zo allemaal super speciale dingen, dat ga je wel nog zien. Dus dit is niet meer in Madame Tussauds. Maar joh, dus dit was echt zo zanda en ze kappen daar iedere keer af. Nee, dan moesten we boot per boot, hoe groter, hoe meer waarde dat had. Oh, lekker een handelsding. Ik kon misschien een schip mee kopen. What? What? Die nek. Dat is zo.
Georgie's neck has been stretched. Wat? Kijk gewoon dat ding wat dat is. Dat is een ketting van mensentanden. Gekrompen hoofd. Oké, wat? Oké, ik ga dat even uitleggen. Dus dat zijn hier echte hoofden. Die zijn blijkbaar krimpten. En ja, dat zijn dus echte hoofden. Wat wordt hier allemaal in mijn lijst? Dat is een echte martel, denk ik. Binnen. Ja. Oh, dat zijn pinnen. Keilang. Dat is echt zo vies. Het is zo zot als ze dan weer rennen. Ja. Helemaal zo. Hoe gaan we midden heen? KFC. Maar jullie zijn er niet eens. Ben ik een groot? Oh, dat is gewoon mijn lichaam. Bij de auto, omdat straks moet ik terug achter Simon, want hij moest ergens anders naartoe vluchten voor een gesprek. Maar ik denk dat jullie net hebben gezien dat wij naar het gebouw waren van Anne Frank. En dat was zo interessant om te zien, zeker omdat ik laatst nog naar die film heb gekeken op Netflix. Dus dat was echt heftig en interessant om te zien. Zeker om te beseffen dat dat zo... Dat dat letterlijk bij ons, allee, bij ons, in Amsterdam is gebeurd. Dus dat hebben we gedaan. Ik loop op mijn sokken en zo, omdat ik heb zo'n grote blaren op mijn hiel. Want ik heb net mijn schoenen aangedaan, wat dat heel dom was, want ik heb zoveel gewandeld. Maar ja, het was zo leuk. Het was echt kei leuk. En nu moeten we weer 3 uur in de auto zitten terug naar huis, maar dat maakt niet uit. En ik ga thuis nog verder vloggen, want anders is het niet echt een top vlog. Dus ja, kei leuk. Mijn arm wordt al moe. Dus ik ga terug in de auto zitten, want ik ben te leuk om recht te staan. Oh, I am wearing something underneath. Waarom spreek ik Engels? What the hell? Oké, hallo, ik draag iets, maar je ziet het ook niet. Maar goedemorgen, het is ochtend. Maar ik moet straks naar de ortho en ik hoop dat mijn bul eraf mag. Ik hoop het oprecht echt. Maar waarschijnlijk niet. Maar ik weet niet wat ik moet aan doen, want het sneeuwt buiten. Dus ik ben aan het twijfelen tussen gewoon een grijze trui onder deze trui aan te doen, omdat het is echt koud en dan wil ik laagjes aandoen. Ik denk dat ik dit ga aandoen met daarboven die grijze trui. Is that a fit? Ik zit in de auto en ik mag mijn broer niet filmen, maar ik ben bij de ortho. Dus nu ga ik naar binnen en ik ga hem before tonen. Ja! en ik hoop dat mijn blokjes ervan mogen. Waarom is dat? Dat is moeilijk om jou niet te filmen, want ik wil altijd... Dat is een automatisme van mij. Palama, celery. en we zijn nog een beetje te vroeg. Dus we zitten hier te wachten. Trouwens, dit is de fit van daarnet met deze schoentjes, want ik heb blaren en dan... Ja, dit zijn de makkelijkste. Maar ja, we gaan dan straks naar binnen en ik hoop... Ofwel als ze zegt, volgende keer mogen ze ervan. Ja, dat is eigenlijk het enige dat ze zegt tegen mij, hoop ik. Ik hoop dat dat het enige is. Dat ze... Tot straks! Een hour later. Oké, we zijn terug. En ja, jullie zien het goed. Ik heb nog altijd. Ik hoopte... Ik hoopte echt dat ze ging zeggen, ja, pas op met rijden, nee, matje. Je broek staat er kei eng. Wat een freak. Ik hoor wel een zo aan het staan. What the fuck? Niet op mijn gemak. Dus, ik hoopte dat ze ging zeggen, ja, volgende keer mag hij ervan. Maar we staan alle twee op de lijst van dat we bijna klaar zijn. Dus dat is echt al vooruitgang.
En ik moet nog een paar keer zeggen dat het einde echt al in zicht is. Nog een paar controles. En we moesten altijd thuis vragen. Dan aan onze ouders of broers en al. Wat ze zelf nog vinden van dat dat er moet veranderen. Vooral ja, I don't know. Maar ik ga gewoon zeggen, ja, het is goed. Ze gaan er maar van, hè. Wat ga ik niet doen? Nee, ik ga het wel vragen. Ik denk dat direct in orde is. Met de tandjes. Oh my god, het is de eerste keer dat ik mijn tanden bloot leg in de vlog. Oh my god. Stop. maar ja, we zijn altijd zo excited als we van de orde komen. Omdat dat boekt voor uitgang. Besef, we zijn al bijna klaar. Even stoeven met het water. Voelde wat? Oké, dus ik heb net heel de vlog geëdit. En dat was de eerste keer dat ik... Ik zie er zo niet uit, ik heb hier echt een gigantisch best. Dat was de eerste keer dat ik zelf een vlog heb geëdit. En ik ga waarschijnlijk niet online komen de manier dat ik hem heb geëdit. Maar ja, ik vond het zo leuk. Het was echt super leuk. Het einde is zeer chaotisch, zeker met mijn beugel. Holy moly. Maar ja, ik vond het kei leuk. Ik hoop dat jullie het een keer leuk vonden. Hoe dat... Want nu zien jullie mij echt gewoon de manier dat ik ben in het dagelijks leven. Want het is allemaal zelf gefilmd. Allee, bijna allemaal. Behalve in Amsterdam misschien een paar beelden niet. Het is helemaal zelf geëdit, alles. Dus ja, ik wil jullie super hard bedanken voor het kijken naar deze vlog. Doe een blauw duimpje omhoog als je het leuk vond. Maar niet, als je het niet leuk vond, like en abonneren voor meer. Doei doei! Mwah.